Yo mensen van Leven NL, mijn naam is Mick en welkom in deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan wij een geweldige pack opening. Ja dames en heren, doe alvast je duimpje omhoog en abonneer natuurlijk op dit YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Want vandaag gaan we 50k pack openen, we gaan mega pakketten openen. Het wordt een toffe pack opening. We hebben 12.200 FIFA punten en zoals jullie weten is de team of the group stage natuurlijk uit. Denk ik dan, is hij nog steeds uit? Ik denk het wel toch, of niet? Ik heb geen idee. Ik weet niet of hij eigenlijk nog steeds uit is. Zijn ze nog een packs? Ik heb geen idee. We gaan het gewoon zien. We gaan gewoon packs openen. Hopelijk packen we er een. En anders, ja, dan niet. We gaan gewoon packs openen, jongens. Er zijn 50k pakketten, mega pakketten. We beginnen met een gratis mega pakketje. Dankjewel EA voor die mooie SBC. En laten we gewoon meteen beginnen met een lekker bordertje. Come on. Ja, zeker. We krijgen een borders. Hoppakee. We krijgen gewoon meteen borders. Gewoon vanuit de start. En dit wordt Socrates. Dit wordt Socrates. Hoppakee. Holy shit. We starten gewoon met een 86 rated. Het is geen... ik dacht dat dat een walkout was. Omdat die bleef hangen een beetje, maar... Nee, geen walkout. Wel gewoon een 86 rated. Gewoon om mee te beginnen, dames en heren. Dat vind ik gewoon heel erg mooi. Ik weet niet of deze tradable is of untradable. Maar daar komen we nu achter en hij is tradable. Oké, nou, dan hebben we gewoon een Socrates. Die is gewoon rond de 20k waard. Nou, ik vind het helemaal top. Ik vind het helemaal top. En zoals ik ook nog in de pack zie, zie ik ook nog een fucking Cuadrado in de pack. Ja, jongens, er zit ook nog een Cuadrado in de pack. Ik weet niet of die nog iets waard is deze dagen, maar we gaan het kijken. Nee, 2k. Alsnog is het best goed voor een mega pakket. Want er zitten ook nog allemaal contracten en alles in. En die zijn ook nog coins waard. En dit was trouwens van die SBC die je kon doen. Dus naar mijn mening raad ik je aan om die te doen. Dat kost maar 6k en je hebt sowieso winst, denk ik wel. Ik denk dat je alleen al een discard 4k verdient. Terwijl ik net al heel veel dingen eraf heb gehaald. Dus deze is het wel waar. Oké, nou gaan we naar de special packs nemen. 50k pakket en 9 pakketten. Deze ga ik niet openen. De Electrum speler pakketten die zijn gewoon niet goed. We gaan gewoon beginnen met even een lekker 50k pakketje. Let's go. Come on. Geef me weer een border. Nee, geen border in een 50k pakket. Oké, wat krijgen we dan? Weer. Carnages. Nou, doe dat maar niet, zeggen we dan, hè? Nee, doe dat maar niet. Nee, holy shit. Oh, Gabriel Jesus. Oh, shit. Let's go. Die is wel wat waard. Gabriel Jesus. Die is gewoon 20k of zo. Of, die was wat waard. Die is niet meer zoveel waard, maar hij was wat waard. En voor de verder rest, wat 81 ridders die we naar de club sturen... Stones kan misschien nog wel wat waard zijn. En... Oh, hij is ook wel wat waard hoor. Die rechtsachter van Barcelona. Of hij was wat waard. Ik zit echt nog in die oude waardes, jongens. I need to catch up. Laten we maar even back-to-back 50k pakketje. Omdat het kan, jongens. Omdat het kan. Hierna gaan we wel weer wat meer pakketten openen. Maar omdat het kan. En ik krijg geen... Oké, nou jongens. We krijgen weer geen borden. Als we geen zoet krijgen, dan vind ik het ook leuk. Dan pakken we tenminste heel veel wat. Maar nee, dit is echt heel kut voor een 50k pakket. Op het moment raad ik niet de 50k pakketjes aan. Laat ik het zo zeggen. Oké, jongens. We gaan een neuspakkie doen. Een mega pakket neuspakkie. Let's go. Hoppakee. Ah, als ik hem nog kan. Ja, ik kan het. Kom aan. Geef me een walkie outie of een bordertje. Ja, borders. Yes. Kom aan. 35k packs zijn echt insane. Oftewel meer een pakket. Frankrijk, center, vertrouwen, middenvelder, Schneiderlin. Dat is dan toch niet zo goed. Eigenlijk heel slecht. Maar hey, het is tenminste een border. Dat maakt het al wat beter dan die 50k pakketten. We krijgen ook de Lefo. Ik weet eigenlijk echt niet. Volgens mij zijn ze echt allemaal niks meer waard. Op zich, dit is best wel een decent packie. Zolang ik borders krijg, ben ik eigenlijk helemaal tevreden. Al wil ik toch wel even een informpie of zo packen. Ik heb eigenlijk echt nog amper gekeken naar Team of the Week. Dus laten we even kijken naar Team of the Week. Want volgens mij zit daar Sun in, als ik het goed heb. Ja, kijk eens aan, dames en heren. Ik wil deze jongen wel heel graag packen, Sun. En die wil ik dan ook gebruiken. 86 reden Sun, echt heel sick. Voor de verder rest, ja, het valt wel mee. Voor de verder rest eigenlijk best wel een slechte Team of the Week. We gaan nog een mega pakketje openen. We hebben evenveel mega pakketten als 50k pakketten geopend. Als we hier weer een border in krijgen. Nee, helaas. Maar anders waren 35k pakketten echt insane als we weer een border kregen. Oh, we kregen wel een Sterling erin. Dat is op zich best wel nice. En die is echt niks meer waard. Maar op zich best wel nice. Oké, jongens. Een 50k pakketje. Come on. Geef me iets goeds. Geef me borders. Na 3 50k pakketjes moet je borders krijgen. Ja. We krijgen borders. Let's go. En zelfs een inform. Come on. Sun. Oh, Frankrijk. Centerback. Het is... Oh, dit is... Ja, oké. Geef me alsnog een 86 rated of zo in de pack. Even Pogba of zo erin. Dat is ook wel leuk, ja. Ja, gewoon Pogba nog in deze pack. Ja. Oh, Morata.
En Jesus. Jesus, je wilt bij ons blijven of wat dan? Gabriel Jesus in de pack. En Inform-P, die is waarschijnlijk voor discard waard. Ik ga hem alsnog mijn club opslaan, want you never know. Op zich wel allemaal hoge reden spelers. 81 hier nog. Voor de rest mogen ze weg. Op zich was het best wel een goede pakket. Niet zo goed, maar was wel decent. Kijk, het is niet het pakket waarop ik hoop, hè. Ik hoop toch wel even. We krijgen wel echt veel borders. Maar ja, dat is logisch met deze pakketjes. Come on. Come on. Nederland. Spits, Robin van Persie. Oh nee, Bas Dost. Is Robin van Persie? What the fuck? Die is natuurlijk geen 83 reden meer. Maar Dost. Ja, shout naar Dost natuurlijk. Maar ik ben niks waard helaas. Oh, ik lees net dat de group stage kaartjes helaas gisteren uit pack zijn gegaan. Ach ja, kunnen we alsnog normale Ronaldo packen? Kijk, ik heb normale Ronaldo al. Maar laten we hem gewoon nog een keer packen. We krijgen wel weer borders. Dit is volgens mij een inform of niet? Oh nee. Ik heb hem mis. Ik dacht dat het een inform was. Engeland. Cam. Het is tot de multiple. Het is, Dele Alli. Die was altijd wel een walkout. Maar daar hebben ze dus weggehaald. Ik dacht, ik krijg Eriksen. Maar die komt natuurlijk niet uit Engeland. Maar alsnog ben ik best wel blij met een Dele Alli. Die kan misschien nog wel een 10k'tje waard zijn of zo. Het zijn 50k packs, geen 100k packs. Dus ik ben best wel tevreden met een Dele Alli. Hoeveel is je waard? Oh, hij is nog zelfs 20k waard. Of ja, ongeveer. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk rond de 20k. En voor de verder rest, Karsdorp is wel leuk om even in mijn club te gooien. Quaresma ook trouwens. En de rest is, ja, niet echt heel erg geweldig. Oké, we gaan even deze twee 35k pakketten, oftewel mega pakketties openen. En beter krijgen we even wat borders. Nee, helaas pindakaas. Nou, het is de tijd van Gabriel Jesus in mijn packs. Helaas krijgen we die niet. Dat is zeg maar, als je dan niks packt, dan een Gabriel Jesus. Als je zeg maar geen borders krijgt. Dat is dan nog wel volgens mij de beste die je dan kan krijgen. Oké, jongens. We gaan naar het laatste mega pakket. Dan hebben we nog daarna twee. Volgens mij of één. Twee of één 50k pakketten. En dit is weer heel jammer. Ja. Krijgen we alsnog in de pack. En daar word ik blij van. Hashtag not. Oké, dames en heren. Even kijken hoeveel. Ik denk dat we er nog maar één hebben. Ja, we hebben nog één 50k pakket. Laten we die gaan openen. Met stijl. We gaan onze stoel draaien. Als we hem openen. Dus we openen hem. En dan draaien we onze stoel. En dan doe ik mijn ogen dicht. Dus ik doe mijn ogen dicht als ik klik. Ik leg mijn controle neer. Let's go. Come on. Ik zie helemaal niks. Is dit mijn microfoon? Ja, dit is mijn microfoon. Wow. Er kan van alles in zitten nu. Er kan nu een icon naar voren komen. Er kan nu Ronaldo naar voren komen. Er kan ook geen eens border zijn. En dat denk ik dat het dat laatste is. 3, 2, 1. Kijk. En het is Salah. Nou. Ja. Volgens mij is hij wel wat waard, maar niet echt dat je denkt van, wow, haha, Salah. Nee. Even kijken, hoeveel is Salah nog waard deze dagen? Zijn prijs, minstens 10k. Ja, 2k is hij nog maar waard. Oké. Ik weet nog dat ik hem verkocht voor 40k. Nou, 50k pakketten zijn ook op. En dan heb je nog van deze Electrum Spelers pakketten en deze 15k pakketten. We gaan even één 15k pakketje openen. En dan gaan we nog iets doen, jongens. Ja, we gaan nog een SBC'tje. Oké, jongens. Die Antonio ziet er wel echt heel pro uit. Gewoon 83 reden, 88 pace. Dan moeten we 84 beoordeling verhalen. Dat is op zich wat te doen. Een Foot Champions speler. Minimaal 1, 5, 3 Premier League. Oké, jongens. Laten we dit even gaan doen. Jongens, we hebben Michael Antonio bereikt. En dan hebben we die speler ook gelijk. Michael Antonio. En dat is op zich best wel een goede speler. Misschien maak ik daar ook nog een keer een video over. Hij heeft 88 pace, 86 dribbelen. In ieder geval, ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Duur een duimpje omhoog. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Dan zie ik je hopelijk bij een nieuwe video morgen op mijn kanaal. Als jullie even 800... Nee. We doen 700 likes op deze video binnen 24 uur smash. Mijn naam is Mick en ik zoals altijd, Mick.